sta je al op en schud ik de... Die gaan iets doen bij elkaar. Even schoonmaken. Kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren. En vergeet ook niet op de belletje te drukken. Dankjewel schatje voor een mooie intro. We zijn hier in Bocholt aangekomen. We hebben hier even gepicknickt hier op de grond. We zijn niet op het bankje gaan zitten, Ginder. Dus. Maar we gaan nu wel stukjes ervan terug door. Richting haar thuis nu terug. Waarom? Want zij moet thuis zijn om 3 uur al. Normaal wouden we gaan wandelen, moet je erbij zeggen. Ja, normaal wouden we gaan wandelen. Waarom? En waarom moet zij nu thuis zijn? Ja, zij gaat ook pizza pakken. Zelfgemaakte. Ja. En ziet het er niet mooi uit, kijkers? Ja. Allee. We gaan nog eens verder doen en welkom op een gloednieuwe vlog! Toch, mensen, de natuur kan toch zo schoon zijn. Kijk eens hier eens. Oh, de mooie eendjes. Maar we zeggen nu vaarwel. Tot de volgende keer. Als jullie er ook weer al ter zijn. Zorg goed voor jullie zelf. Kijk eens hoe mooi dat hier is. Echt zalig. Hier ben ik terug aangekomen. Heb ik ook weer op mijn chocomelkje. Jawel, dames en heren. We hebben geen natuurwandeling gemaakt, jammer genoeg. Maar wel aan het water gezeten. En het was ook zalig. Mooie eendjes gezien. Mooie geluiden. En ik weet niet hoe het kan dat ik ook alweer al ziek kapot ben. Ik denk om de mis. Er is opnieuw miserie met mijn onderbuurvrouw. Schijnt dat ik met mijn lichtzetel zit te schuiven, maar dat is niet. Van, daar is niemand meer bij mij komen slapen de laatste tijd. Ja, 2 weken. En zeg je ja, je zit nog met je bedzetel aan het verschuiven. Waar ik wel aan mee aan verschuiven ben, dat is met mijn rolstoel. Bureaustoel. Rolstoel, hoe kom ik daar nu op? Bureaustoel. Maar dat zijn dan ook nog niet zo ontzettend veel bewegingen. Dat is gewoon vooruit, achteruit, vooruit, achteruit, vooruit, achteruit. Maar wel niet continu, hè. Dus als ik ook aan het renderen ben, ja... Ik ben er stil van geworden. Dat het opnieuw weer al raak is met mijn buurvrouw. Echt opnieuw. En ja, het is niet leuk. Ik heb vandaag ook weer al mijn stem verhoffen. Ik heb man niet, ik heb haar niks fysieks aangevallen. Zo met dit. Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat zal ik ook nooit durven. Zo zit ik ook niet in elkaar. En ja, ik heb weer al een chocomelkje drinken. En dan zouden ze haar begeleidster hier. Dan ben ik weer al een ribbedibi naar Walibi. Nee hoor.
die pijn gedaan. Nee! What the fuck? Ik zet gewoon mijn fles neer. Schat, heb je pijn gedaan? Oké, dan. Dan hebben we dat ook weer al gehad. Ik zet gewoon patat neer. Schat, heb je pijn gedaan? Excuseer. Ik heb in mijn in mijn elleboog gehoest, hè. Gezien, mensen? Dus. Maar nu ga ik jullie laten. Ik kan nog even genieten. Samen met Bea. En dan weet ik het niet meer. Kikkers. Jawel, ik ben er weer. Ik ben even naar mijn thuis gereden. Ik ga ook direct eten bij mijn lieve schatje Bea. Ik ben hier nu nog alles in orde aan het maken. En dan kan ik vertrekken. Voilà. Wachtwoord ingeven. En dan heb ik music in mijn auto. Nummer 5. Voilà. Ik ga nu vertrekken richting mijn schat, maar eerst richting mijn ouders. You bye bye. If you step into my shoes, maybe then, oh then you know. If you see it through my eyes, maybe then you go. Oh baby, then you know. If you see it through my eyes, if you see it. If you see it through my eyes, if you step into my shoes, maybe then, oh then you know. If you see it through my eyes, maybe then you go. Oh, maybe then you know. Gauw in de Carrefourmarkt aangekomen hier in Alken. Ik moet nog gauw kaas gaan kopen voor bij mij een spaghetti. Want dat hadden ze niet meer, dus dan ga ik dat gauw kopen. En wat ik heel raar vind. En een pot vijspoedje. Dan zoek je het even opnieuw verder. Voilà, bij deze. Dus ik ga die gewoon kaas kopen. Ik ben hier terug buiten bij de Carrefour Market. Ja, het is wel een klein beetje raar. Begin van mijn vlogscarrière zonder mondmasker. En nu toch al even al vaak in beeld te komen met mondmasker. Ja, ik heb mij ook even anders aangedaan. Oké, even te goed. Kijken voor het manoeuvreren. En dan ga ik zeggen, ik geniet maar weer al van de onride. Nu echt richting. Zo, dan gaat deze muziek ook eens uit, want ik ben nu stilgens af aan het arriveren op bij mijn schatje zijn thuis, haar thuis. Ik denk dat zelfs dat mijn schatje buiten staat mij op te wachten. Jawel, ik heb u gezien, we do, ik heb u gezien, we do, ik heb u gezien, we do. Ja. Oké. Okay. Ik heb je schoenen erin gezet en nu... Die moet ik terug opwarmen. Hoe lang? Pak 3 minuutjes. Ja.
ken me bijna. Allee, tot ze biedt. Ja, dus ik moet dus langs achter gaan. Allee, ja, tot straks, kijkers. Welkom op het laatste fragment. En, Wel, heel veel bedankt, kijkers. Want ik heb eindelijk, na deze vlog al, de 500 abonnees gehaald. Echt waar, ik ben er heel fier op. 500 abonnees. Echt waar. Chapeau. Dus, kunnen we er nog eens 500 bij? 1000. Oké, op nu naar de 1000. Maar we gaan binnenkort ook nog een giveaway doen. Daar komt binnenkort ook nog een video van online. En ja, we zien wel wat er gaat gebeuren. 500 abonnees. Daar heb ik jaren, echt maar ook letterlijk en figuurlijk, jaren moeten verwerken. Echt heel zwaar voor moeten werken, voor moeten knokken. Ervoor moeten staan in de moeilijke tijden en in niet moeilijke tijden. Ja. Dankjewel. 500. 500 maal dankjewel. Bij deze ga ik ook de vlog nu beëindigen. Ik ga nu nog naar Stuk TV kijken als ik op mijn appartementje ben. Waarom dat ik hier nu de vlog nog beëindigd is, dat het nog goed buiten is. Dus daar bij deze. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ik kan het even niet doen, want ik heb mijn handen vol. Met mijn gsm en met mijn laptop. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hier onderaan. Want wij willen nu op naar de nieuwe mijlpaal, de 1000 abonnees. Bij de 1000 abonnees geef ik een giveaway weg van maar liefst. Jawel, luister goed. €250. Voilà, bij deze is het nu gezegd en ik kan nu niet meer terug. Dus dan weten jullie dat. Een giveaway van €250, maar dat wordt allemaal gedeeld door twee personen. Ieder de helft, dus dat is ook nog een heel mooi bedragje. En ja, dus er gaan dan twee winnaars zijn. En bij deze giveaway één winnaar met een prijskaartje van €60. Dus binnenkort een nieuwe video. Dankjewel. En dankje dat je mij zo'n gelukkige mens hebt jullie hebben gemaakt. Dankjewel. En tot morgen. Ciao.